Maar weten jullie nog dat gat in de hal? Wat vonden we ervan? Nou, ik vond het heel lekker. Zelfgemaakte brood. Je kan ook je kan ook slangen eruit halen. Ja. Au. Laos. Dankjewel voor het goede helpen. Wat gaan we nu dit laten? Welke is het geworden? Maar wat gaan we doen met het plafond? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en vandaag komt mijn lieve vriendinnetje Emmen helemaal op Beverwijk. Beverwijk. En wij gaan gezellig lunchen bij waarschijnlijk Max en Mermaid. Max en Mermaid. Ik heb wel iets anders. Wat was het andere? Oh ja, Anne en Max. Anne en Max. Maar dit is Max en Mermaid waarvoor heel veel Max. Kleur in het eten zit. Superleuk. Ja, dus ik zal je wel even foto's sturen. Dat jij ook al zo kleurrijk bent. Ja, ben je altijd. Ik heb weer mijn kleurrijke outfit aan. Sandra die is dus eventjes met Jesse Silver alleen. Maar die gaat ook wat leuks doen, want die gaat naar het plein. Want daar schijnt Sinterklaas ook. Want er schijnt Sinterklaas te zijn. Ja. Hey. Hoe laat gaat hij daar? Volgens mij rond 12 uur. Maar moet je even online kijken. En jij ging dan gelijk even boodschapjes doen. Om samen met hem. Nou, hij kwam dus vanmorgen. We waren uit bed en hij was aan het ontbijten. Toen zei hij van, ik heb een leuk idee. Zullen we... hoe heet het ook alweer? Cake bakken. Goed plan. Toen zei ik, dat is goed. En toen, ging ik gelijk naar de kasten. Moment. Ik ging dus gelijk naar de kasten. Om de ingrediënten te pakken, zei ik, ik heb geen eieren. Toen zei ik, nou, ik ga zoeken, ik kan goed zoeken. Het ging in de vriezer, in de koelkast, in de kast. Ik zei, nee, ik heb echt geen eieren. Oh! Ik zei, toen is het rustig. Toen zag hij croissantje, zei ik wil lasagne. Of in ieder geval croissantje, zegt hij. Croissantje. Ik wil croissantje. Ja, dat is goed. En toen ging ik hem in de oven doen. Toen zei hij, ja, maar het is lekker met chocola. Ik zei, nee, deze hebben geen chocola. Oh! Het leven was heel zwaar vanmorgen. Ik heb een heel zwaar leven. Ik zei, kan nou, ik heb de boodschappen in mijn daar. Ik zei, hij was helemaal boos op de boodschappen en op de Lidl. Ik zei, maar deze, zei, sommige hebben chocola, sommige niet. Maar we kunnen er wel iets lekkers op doen. Chocola? Ik zei, nee, dat heb ik niet. Pindakaas. Nou, je snapt hoe het ging vanmorgen. Maar hij was wel redelijk snel weer tevreden en gekalmeerd. En hij heeft veel gegeten. Twee bordjes pap. Zo'n rijstwafel kaas en twee croissantjes. Ja. En dan met al die pepernoten van gisteravond. Hij ging vanmorgen op het toilet zitten en het leek net alsof de pepernoten eruit kwamen. Hij zei ook, oh nee, dit is niet goed. Zij hoorde ik hem zeggen terwijl jij beneden was. En ik lag nog in bed en ik hoorde hem op het toilet. Oh nee. Ook. Ja, nou ja. Maar goed, jij gaat dus met hem kruidnootjes maken, toch? Ja, zijn kruidnoten of pepernoten? Maar pepernoten zijn die grote en de kruidnootjes zijn van die kleine ronde. Dan gaan we kruidnoten maken. Ja, nou, hartstikke leuk. Ik denk dat ik deze camera meeneem. En dan kan jij de andere camera gebruiken. Goed plan? Goed plan. Oké. Okay. Nou, en jullie hebben in de vorige vlog gezien dat Sergio dus de rails heeft op kunnen hangen. En we moeten nu nog 2 extra lampen erbij bestellen. Maar we hebben het nu dus zo. Dan moeten hier dus nog 2 of 3 lampen bij. En dan hebben we hier nog 3 mooie lampen. En deze gaan we waarschijnlijk daar naartoe laten wijzen. Nog even kijken. En we hebben nog voor daar nog een hanglamp nodig. Maar weten jullie nog dat gat in de hal? Dat was voor de kruipruimte. En de meeste mensen die hebben daar een enorme schoonloopmat voor gebruikt. Nou, wij vonden dat zonde van onze grote hal en de tegels die we daarvoor wilden gebruiken. Dus wat hebben wij nou gedaan? We zijn begonnen op het kruipgatdeksel. En daar paste precies de tegels op. Dus dat was echt super. Maar we moesten daar wel een gat in laten om hem er ooit,
als het nodig zou zijn, uit te kunnen trekken natuurlijk. Dus we hadden al die tijd, hadden we daar een gat in zitten. Je kan wel raden, toen Mojo telkens in de gang plaste, dat hij altijd daar ongeveer ging plassen. Maar Sergio heeft nu eindelijk daar iets op kunnen verzinnen. En dat is weer ideaal. Kijk nou. Dit is toch perfect. Dus nu valt het eigenlijk bijna niet op. En hebben we gewoon onze mooie tegels kunnen gebruiken. Wat weer natuurlijk een veel groter effect geeft dan dat je gewoon letterlijk tot, nou wel tot hier, eigenlijk bijna het hele trapgedeelte een schoonloopmat zou moeten gebruiken. Nu hebben ze daar wel hele leuke in en die heb ik ook al voorbij zien komen. Maar wij vonden dit een leuker idee. Dus dat heb je weer goed verzonnen, schat. Ja, want wat heb je daar nu voor gebruikt? Ja, dat is eigenlijk een greep die je normaal in een schuifdeur doet. Die je dus gebruikt als zijde klink. Oké. Er zit zo'n greepje in aan de binnenkant. Ja. En deze was iets te klein. Dus ik heb uiteindelijk eromheen eerst in het gat een rubber pot die je normaal gebruikt om waterafvoer te dichten, zeg maar. Dat je daar een buisje in doet. Dus eigenlijk een soort sifon afsluiter. Dus die heb ik opengeknipt, een centimeter tussenuit geknipt, zodat die er beter in het gat paste. En toen deze ijzeren ringen erin gepropt eigenlijk. Wederom weer hartstikke creatief. Past precies nu. Kijk, en het hoeft ook allemaal niet heel makkelijk te gaan, hè? Want hopelijk hoeven we daar niet veel te zijn. Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je erbij kan. Daarom hebben wij ook eigenlijk om die deksel geen voeg geplaatst. Zodat we hem er wel gewoon uit kunnen trekken en we niet onze tegels hoeven te mollen. Weer goed gedaan, schat. Dank u. En Sergio is dus bezig geweest met de ombouw. Nou, dat is natuurlijk ook weer een werkje van je welste. Morgen komt Olaf weer gezellig langs en die heeft aangeboden om een beetje te helpen. Ik ben ontzettend benieuwd of het gaat lukken. Sowieso gaan wij hier het behang doortrekken. Voor de rest moet het zo strak mogelijk worden. We hebben wat staaltjes besteld van kalkverven. Kalkverf, ja, kalkverf. Ja. Dus dan kunnen we even kijken wat we mooi vinden. Daarin gaan weer diezelfde tegeltjes terugkomen. Maar het gaat waarschijnlijk, we hebben wel voor de ombouw weer zitten kijken naar toch wel deze een roze kleur. Dus we gaan even kijken wat mooie aan. Volgens mij zei ik dat mijn werk. Of nee, Tim, sorry. De buurman, die stond hier. Ik zei ja, we zijn kijk, zeg ja. Toch weer een soort, ja, toch een roze kleur. Hij zei, ja, ik zou het niet anders verwachten. Ja, maar eigenlijk is het grappig, hè? Want we hebben daar wel die roze tegeltjes. Maar voor de rest hebben we eigenlijk alleen deze hele grote muur roze. En het plafond. Ja, en het plafond, maar dat valt bijna niet op. Nee. Het is dat je het zegt tegen mensen. Maar het is gewoon niet wit-wit. En pas als je echt goed kijkt, zie je dat het gewoon een beetje licht roze is. Ja, ik vind roze gewoon een hele leuke kleur. Ik ook. Roze, paarsig. Ja. Ja, wij houden ervan. Dus we hebben staaltjes besteld, zoals ik al zei. En we gaan even kijken hoe dat gaat matchen met het plafond en de tegels. Tegels? Tegels. Heb je mijn brood laten zien? Je brood? Ik heb voor de eerste keer een deegstand gebruikt. Mag ik hem openen? Ja, zeker. Nee, niet helemaal. Ja. Laat me niet schrikken, jij. Mooi. Ziet er goed uit. Ja? Ja. En dan moeten ze dus nog verdubbelen in volume. En dan, want je had mij een beetje geïnspireerd door dat filmpje waar je mee had getagd. Met dat vrouwtje die super mooi brood allemaal inkarft. Ja. Dus ik ga kijken of ik dat straks kan. Ja, leuk. Dat was my intention. Ik denk, dat kan mijn poppie ook. Dat kan ik ook. Nou, toppie. My lady is here. Mijn poepie. En ik zag dat jij ook kleurrijk bent aangekleed vandaag.
Color. I love it. We gaan naar een nee. En we gaan naar een heel kleurrijk lunchtentje. Als we plek hebben. Ik heb gebeld. Oh. En ze zei, voor 2 personen hoef je niet te reserveren. Maar het is in de stad. Dus ik dacht, nou ja, als we daar niet terecht kunnen, dan is er vast ook nog wel gewoon in de buurt nog 100 andere tentjes. Maar deze lijkt me op een brug. Dus we gaan eens eventjes kijken of het wat is. We gaan er op uit. Het is blauw. Ga je toch verklappen dat een vrouw er bril niet mee heeft? En dan de telefoon als vergroot glas. Het werkt. Je leert ermee leven, zou je maar zeggen. Ja, hè? Je wordt gewoon een beetje... handig. Ja, je gaat andere dingen krijgen. Think outside the box. Kijk zo, kan je het weer hartstikke goed lezen. Ik weet nog dat ik voor het eerst jou... tekstberichtje zag vandaag. Ik wist echt in mijn broek. Ja, mijn telefoon staat gewoon iets groter op blad. Ja, dat is gewoon, maar net. Nee, dit is een foto van een foto. Dat valt best mee. Ja, ik doe je gewoon even zo. Oh, dan kan ik het weer goed lezen. Kijk, weer groot. Niemand die door heeft dat ik een bril draag. Lekker. Wat vonden we ervan? Nou, ik vond het heel lekker. Ja. En heel kleurrijk. We hadden gewoon blauwe slagroom. Blauwe slagroom, ja. Blauwe pannenkoeken normaal. Ja, zou je denken, dit kan niet goed zijn. Doe maar een nieuwe. Maar het was echt lekker. Ja. Maar ik zit wel heel erg vol. Heb jij ook? Ja, maar het was ook wel een stapel. Ja, en die drankjes, die waren ook niet zeg maar heel licht. Nou, we zijn helemaal helemaal aanschoot. Nee, maar, dat is lekker. Het was wel heel lekker. En in het begin dacht ik even van, huh? Wat is dit kleine hokje hier zo? Ja. En toen werd het terug. Ja, toen dacht ik, ga maar even aan jouw overkant zitten. Want anders neem ik gewoon een tafeltje in beslag. Ja. Maar nee, het is echt heel leuk. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Maar de volgende keer gaan we weer op zoek naar iets nieuws. Ja. Dit was Max en Mermaids. Ja, Max en Mermaids. En hebben jullie nog leuke tentjes in Den Haag of richting Beverwijk? Ja. Hè, dat is ook goed. Ook dan, iets wat gewoon makkelijk bereikbaar is, dat kan ook. Het hoeft niet alleen helemaal in het oosten of zo. Dat weer niet. Of in de middel van ons. Daar zat ik ook nog aan te denken. Beetje zo tussen. Ja, kan ook. Weet je, we zijn flexibel wat dat betreft. Dus ja. Gooi en het op. Auto rijden. Ja. Kunnen we ook een beetje carpool en carry-up? Dat denken we. We hebben al veel te lang niet gedaan. Oh ja. Kunnen we zo wel even aanzetten. Ja, maar weet je wat jammer is? Ja. We kunnen dat nummer dan niet delen. Want dan krijgen we een strijk. Ja. Dus jullie kunnen daar niet van meegenieten. Maar maakt niet uit, want wij gaan gewoon helemaal los. Wij hebben het helemaal naar ons zin. Doe gewoon een soort van silent disco. Silent disco, ja. Silent carpool karaoke. Nou, die heb je nog nooit meegemaakt. Nee. Ik weet ook niet of je dat dan wil horen, want dan hoor je jezelf niet zo goed. Nee, maar en dan, het is nooit vals. Sowieso wel... niet. Kijk, voor jou maakt dat niet zoveel uit. Maar voor mij is het op zich best positief. Ja. Ik vind het een uitkomst. Maar ik vind sowieso dat je het gewoon moet doen als je het leuk vindt. Lekker boeiend of het vals is. Gewoon je eigen ding maar gillen. Niet. Ja, precies. Weet je die uitknop daar met dat luidsprekertje? Ja. Gewoon uitzetten. Die moet je dus hebben. Wij genieten. Van onszelf. Nou, we gaan weer naar de auto toe. Ja, kijk. Oh, klinkt goed. Komen we hier nog uit? Nee, is dat zo'n hoekje dat we op de plaats niet meer weten waar we... Heb jij opgelet waar we stonden? Welke verdieping? Ja. Volgens mij 3. Dat is wel handig. Laten we dat doen. Honey, I'm home. Het ruikt hier echt super lekker. Kruimeltje. Oh, ik ben zo benieuwd. Lekker zeg. Dan gaan we kruimeltjes eten. Oh, die worden vast de lekkerste van de hele wereld, denk ik. Ja, en daar zit melk in. Zit daar melk in? Ja. En wat nog meer? Met kaneel. Met kaneel? Ja, met allemaal. Met boter.
En waarom moet dat zo agressief? Kusje. Ik heb je gemist. Oh, dit wordt zo lekker. En dus jullie zijn nog naar dinges geweest, of niet? Nee, ja, ik ben ergens anders geweest. Oh. Ik denk als ik daar naartoe ga, dan is het en heel druk. Ik kan niet parkeren. Ik wilde met de fiets, maar dat was wel heel erg druk. Ja. Dus ik ben nu de kwalificatie aan het kijken, zoals je... Ik hoor het. Spannend? Bijna afgelopen. Q3, en Verstappen staat nu op de eerste plaats. Dus dat is super tof. En ik heb nog steeds niet gegeten. En ik voel dat ik mijn suikers aan het verbranden ben. En dat ik dus heel erg hoog in mijn... energiegehalte zit. Dat zie jij. En hij heeft heel lang nog bij Fase gespeeld. Heel lang een bakje koffie gedronken bij Marieke. Dat was heel erg gezellig. Fase viel even van de bank af en toen had het pijn. Oh. Maar dat was ook vrij snel weer over. En toen zijn we naar de Jumbo gegaan daar. Toen hebben we daar boodschap gedaan. En hadden we natuurlijk weer van alles gezien wat hij lekker vond. Toen hebben we alles weer in de car gedaan. Toen hebben we dit wil ik. En toen dacht ik, hey, deze boodschappen zijn bij de Lidl veel goedkoper. Het was echt 80 euro kwijt voor één boodschap tas. Toen hebben we dus een cadeautje gekocht voor Faas voor zijn verjaardag. Waarmee Jesse net ineens op een onbewaakt moment mee voor de deur stond bij Faas. Godzijdank deed niemand open. Dus ja, nee, 2000 is me ook hartstikke goed. Dat was hartstikke lekker. Helemaal goed, ga ik even plassen. Ga jij even plassen, want ik zag je al vrij moeilijk staan inderdaad. Hele goede morgen. Het is zondag en het is weer tijd voor de rugby. Hé Jess, heb je zin in rugby? Ja. Oké, sorry dat ik je even onderbrak. Ga ik echt slapen? Niet echt. Ja, dit is in ieder geval het resultaat van ons zelfgemaakte brood. Zo lekker hè, schat? Ja. Ja. En ik ga vandaag nog eventjes stukken. Olaf zou komen, maar die was niet lekker. Daarna gaan we eventjes wat rustig aan doen qua grote klussen. Even wat kleine klusjes gewoon. Eventjes rust. Even genieten van het huis. Genieten van elkaar. En even wat ontspannen. Even de druk op een laag pitje, hè schat? Ik wil eigenlijk alleen nog de plankjes voor in de garderobekast en de lamp voor bij de voordeur. Dat we in ieder geval iets zien. Want de dagen zijn kort en donker. En steeds kouder. Dus hoe langer we buiten staan, hoe meer we staan te rillen. Het is toch fijn als we het sleutelgat gewoon kunnen vinden. Ja. Ik ga eerst even stofzuigen. En vanmiddag ga ik met Jesse naar voorstelling. Met mijn moeder. Oh ja. Theater Dakota. Theater Dakota. Gezellig. Meer een bakje? Ja. Het is, wij zijn van de zo'n volle to do, maar het is ourselves, you know, dan you get the, you have the, the box, rolled out already. You have the paper, and then you roll it as well. It's really easy. Yeah, it's really easy. So it's, Kom Jesse, nog meer eieren. Kom weer, daar liggen heel veel eieren aan de overkant. Hey Jesse! Ben je het dak open aan het doen? Ja. Gelukkig zit er nog glas tussen, want het regent heel hard. Ja, maar ik ben om deze te open doen. Nee, maar dat kan niet, gelukkig maar. Hé, hey, waar gaan we naartoe? Naar het theater. Ja! Dakota Theater zijn we. Daar hadden we een leuke theaterstuk gezien voor kinderen. Dus daar gaan we even naartoe, hè? Ja. Oké.
Doei! Doei! Heb je daar zin in? Ja? En heb je je schoentje mogen zetten, hè? Ja. Dat is ook leuk. Je kan ook... Au, au, au. Je kan ook slangen eruit halen. Ja, laat het alsjeblieft doen. Kijk eens. Begrijp het goed. Is het niet allemaal goed gegaan? Is het werkelijk dat gegaan? Kom maar, schat. Mooi, hè? Maar ik net een week. Kom, leg de balletjes maar hier. Die hebben ze weer nodig, hè, voor de fabriek. Kom. En dan gaan we die kant op. Oh, deze mocht ik nog niet op schoot. Nou, dat had hij geen tijd. Jess is heel paar. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ook voor grote was het leuk. Ja, oh, kijk eens hier. Oh, oh, oh. Bob komt. Wauw, kijk nou. Wat ben jij een Bob komt. Mama, kijk. Wat zeg je nou? Zit daar allemaal in? Had ik nou maar mijn eigen schoen opgezet, ben ik vergeten. Wij zijn weer thuis van een super leuke en spannende voorstelling, hè Jessie? Ja. Was spannend, hè? Wij gaan maken. Oh ja, we gaan gelijk door over op taak van de dag. Wij gaan knoflook voor jou doen. Oh, oh. Hij heeft inderdaad gewoon knoflook. Gekkie. Ja, want gisteren... Kipnuts maken. Kipnuts maken. Nee, visnuggets. Visnuggets. Fitness. Visnuggets. Ja, want die vind ik heel erg lekker. Ik hou eigenlijk niet heel erg van vis. Maar wel van witvis. En wat voor vis gebruik jij nu? Dit is de panga. De pangasius. Ja, ik ben van de Bagasius of van de tilapia. Ha, ha, ha. En daar gaan we dus lekkere nuggets van maken. Hou eens goed vast. Goed vasthouden. Goeie. Ja. Heen en weer. Hup, en terug. Oh, rustig. Heen en terug. Goed. Goed. Hij wordt eerst in stukjes gesneden. In de grootte van een nugget. Ik doe heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Je bent toch mij aan het helpen? Jij bent mij aan het helpen? Ja. Ja. Leg goed vast. Maar jij bent toch mij aan het helpen? Want ja. Ik ben nog heel klein. Jij niet? Gekkerd. Oh, hij zit nog in elkaar. Aan elkaar. Ja. Ja. Oh, nog steeds. Huh? Hoe komt dat die nou nog in de kaart staat? Ik wil gooien. Nu gaan we de kruiden erin doen. Dit? Zet dit vast. Met vuur hoog. Ja. Knoflook. Wat doen we erin, Jessie? Knoflook. Ja, is genoeg. Heel goed. Goed hoor. Heel goed. Nee, deze hoef je niet ook. Deze kun je ook gewoon met het klepje. Die hoef je niet namelijk. Net zoals gisteren moesten we die speculaaskruiden maken met de lepeltjes. Deze kwam gewoon via het gaatje. Deze heel klein beetje, want die is heel pikant. Goed, zo, dat is genoeg. En waarom moest je die andere heel weinig indoen, Jessie? Die is heel pittig. Oh, die is heel pitterig. Ja. Heel pitterig. Ja. Ja, dat is niet erg. Die was al kapot.
En wat gaan we dan erin doen? Voorzichtig, niet helemaal. Ja, klein beetje meer, mag wel. Ja, oh. Oh, oh, ho. Oh. En wat is dit, Jessie? Huh? Wat zit er nu in? Dillen. Dillen. En dan ziet het er zo uit. De volgende. En wat gaat er nu in, Jessie Silver? Gember. Gember, oké. Okay. Geen dood doen. Oh. Geen dood. Ja. Die hoef je ook niet heel voorzichtig te doen. Die mag er best wel lekker veel in. Dit is niet heel goed. Heb je al geroken? Ja, nee. Maar ja, dan moet je, kruiden zijn ook nooit zo lekker om zo te eten. Maar het is wel goed dat je proeft. Ja, een lekker beetje speeksel bij de visnuggets. Heerlijk. Wow. Een naamfeestje. De laatste. Ja. Wat is dit wat erin gaat? Laos. Ja. Het is van de galangalwortel. Dat is een beetje citrus. Oké. Okay. Super lekker. Oh, dat was wel genoeg. Ja, heel goed. Mag ik even ruiken? Ja, natuurlijk. Zo, dus dit is wat er allemaal... Oké, dus deze wordt heel erg citrus. Nee! Niet zo veel, Jessie. We hebben kruiden gezet. Ja. Nee. Oh, dat. Oh, beter. Hij is niet vies van een beetje vies worden. Zeg maar. Nee, goed hoor, Jessie. Een beetje zout erbij. Nou, dat wordt wel heel koud. Dat wordt wel heel lekker, hè? Ja, maar die heb ik ook van gisteren. Een proef deze. Toen het toch even wit was. Oh ja. Toen het nog niet echt was. Nu heb je heel heerlijk de vis gekruid, maar wat gaat het nou een nugget maken? Ja. Ja, er zijn verschillende manieren. We maken ook. Jess. Wafies! Lekker! Je hebt ook wel eens. Je kan ook tempura maken of. Ik vergeet altijd de naam. Nou, maakt niet uit. Andere krokante jasjes. Maar ik heb vroeger geleerd, calamari fritti maak je ook gewoon met een jasje bloem. Gewoon een simpel bloem. En dan gewoon bakken. Oké. Okay. Of ja, frituur eigenlijk. Ja, en wij hebben geen frituurpan, dus dat doen we in een laagje letterlijke pan. Jessie is ondertussen even lekker verder aan het... Kruipen. Aan het kruiden. Ja, ik heb mijn dingen open. Ja, is die dicht, je wondje? Ja. Goed zo. Ik moet langs. Waar moet je langs? Ik moet langs bij jou. Waarom? De vis is lekker gebloemd. Zie je dat? Mooi. Ga je nou op mijn tenen staan? Ai, ai, ai. Het is maar eentje. Wow! Zuig lekker omhoog. En frituren die al. Dankjewel voor het goede helpen. Oh ja! Laat doen het! En toen waren ze klaar. Kijk een beetje verse peterselie erop. En Jess? Ja. Hoe smaken ze? Lekker. Ja? Ja. Een beetje mayonaise erbij. Lekkere vegan mayonaise. Zijn ze net zo lekker, schat? Nou, smakelijk. Smakelijk. Avondje is gekomen. Avondje van ons. Onze zondagavond is gekomen. Ja. Ik ben weer aan het stukken geweest vandaag. Ik moet zeggen, ik ben... Nou, ja, toch eigenlijk wel heel erg tevreden. Tweede laagje.
glad gemaakt met een doekje. Dit keer niet met een spons, want die spons gaf allemaal dingetjes af. Ja. En nou ja, deze wand is gewoon klaar. Die kan gewoon geverfd worden. Ja. Hij is echt wel... ja, gewoon strak. Het is veel werk, hè? Het is wel echt... Maar goed, dat maakt niet uit. Je hebt het vrij snel gedaan. Alsnog. Puntje, puntje. Ja, ja, dus dat is wel super. Dus je hebt nu de twee buitenste wandjes gedaan. Kijk, en deze, ja, die kan dus... Kijk, doe even mee. Deze kunnen we dus gaan voorstrijken. En dan kan dit behang worden doorgetrokken. Ja, precies. Die hoeft dus ook niet super, super strak te zijn. Nee, maar... We kunnen gewoon het behang doortrekken. Ja, want dit is ook vliesbehang. Daar had ik er toen op uitgekozen. Ja. En, dus die, is, die verhult wel wat oneffenheden eventueel. Ja, als het goed is wel. Ja. En ja, we hebben dus wel besloten om het behang, want daar hebben we het eerder over gehad, om die misschien te vervangen. Maar voor nu hebben we besloten om hem toch te behouden. Omdat, doordat je daar toch wat dingetjes op... zet of tegenaan zet, is het overweldigende effect een beetje weg. Dus het breekt. Super blij met deze. Het breekt de muur inderdaad. Het breekt ontzettend de muur. Ja. Kijk, want als ik dus nu hier naartoe kijk, ik ben echt super blij dat we de verandering hebben gemaakt om deze hier naartoe te zetten. Want ja, ook dat gouden komt er weer aan terug. Het breekt de muur. En nou, hier zal ook vast nog wel het een en ander komen. En onze kast die natuurlijk nu daar staat. Maar we gaan dit dus... Ja, ja, dat zijn we allemaal verbeteringen. Hè? Dus deze doortrekken inderdaad. Het wordt wel even spannend. Want bij dat gedeelte is het niet helemaal mooi tot aan het plafond. Dus ja, dat verschil ga je waarschijnlijk wel zien. Ik wil wel gaan proberen... te kijken of we het toch voor elkaar krijgen om gewoon een heel klein randje nog erboven te plakken. Maar, nou, dat gaan we zien. Ja. En nu moesten we dus bedenken, wat voor kleur gaan we daar overheen doen als die, ja, helemaal gestuukt is. Over het stukwerk. Want we gaan het niet dit laten. Nu hadden we een paar staaltjes gesteld. Het is wat lastiger te zien in het donker, denk ik. Want het is nu vrij donker. En nu vinden we bepaalde kleuren heel erg mooi los. Maar we moeten natuurlijk kijken, hoe staat het? Ik zal je zo filmen, want de namen staan erboven. Hoe staat het in het geheel? Want het gaat namelijk tegen de tegeltjes komen. Ja. En ook nog, de tegeltjes komen ook nog daarin. Dus het moet daar wel bij passen. Dus uiteindelijk, ook al vinden we bijvoorbeeld deze heel graag. Ja, want los dacht ik deze heel mooi inderdaad. Ja, maar als we hem tegen de tegeltjes aandoen, kan het even laten zien. Ja, het vloekt niet, maar het is gewoon wat donker. En... Het is wat donkerder en het is het gewoon... Het is het gewoon net niet. Het is het gewoon net niet, nee. Dus, welke is het geworden? Deze. Deze past gewoon het mooiste eigenlijk hierbij. Mooi zacht. Mooi zacht en het is licht, want we wilden het eigenlijk al vanaf het begin al aan het licht houden. Ja. En toen hadden we het een beetje over zo'n kleur, dachten we toen eerst. Maar eigenlijk is dit het gewoon. Ja. Dus als we hem hier zouden doen, dan is dit ongeveer het effect. Daarin gaan spotjes komen en in de... In deze kast. Hier heb ik trouwens voor de deur iets leuks bedacht. En weer iets wat anders dan anders. Maar daar ga ik jullie later pas wat over zeggen. Ja. Want ik wil eerst even kijken of het wel werkt. Of het überhaupt lukt inderdaad. Maar dat wordt wel super tof. Ja. We hebben daar al een zo'n motion sensor. Dus straks ga ik die hier tegenaan zetten. En als je binnenkomt, dan gaat het licht mooi aan. Boven allemaal spotjes. Nee, jij zei wel al dat je die spotjes er al in kon doen. Ja, ik heb er twee inderdaad. Okay. Maar wat gaan we hier doen? Kijk, wat gaan we daar doen? Deze muur, want dat moest natuurlijk ook nog even bedacht worden. Deze muur zit er natuurlijk al. Dus ook dit moet met het kalkverf worden gedaan. Dus die kleur moest ook weer matchen met die andere roze. Ja. Maar wat gaan we doen met het plafond? Dan gaan we een behangertje doen.
Tuurlijk, behangetje, plafond, logisch. Ik was al zo... Ja, ik vond het al zo jammer dat ik geen muurtjes meer had waar ik weer een ander leuk behangetje kon doen. Oh. Beweeg. Hij doet het ook heel goed, zoals je kan zien. Hij doet het wel heel goed. Af en toe. Alleen. Nu even niet. Ja, dus ik ga even iets leuks bedenken wat we hier dan boven kunnen doen. Want ja. Nu hebben we de rest rustig. En dan is het toch leuk als je dan binnenstapt en ineens... Ja, een bijzonder plafondetje weer ziet. Iets bijzonders hebt. Ja. Nou, ik vind, het is weer een heleboel, hè? Dus dit verfje hebben we inmiddels besteld. Dus die gaat er aankomen. En dan ga ik verder nog even op zoek naar een behangetje. Maar dat zal denk ik allemaal... In de volgende video weer zijn. Ja. Ja, want zoals je misschien hebt gemerkt, we gaan proberen wat vaker wat video's te uploaden. Ja. En ook wat verschillende dingen. Ja. En hopelijk bevalt jullie dat. En vinden jullie het net zo leuk. Zo staat er zo nu niet. Ook dat dan op. Doen we het toch. Er staat ook nog iets anders op de planning, want we willen een leuk... spelletje gaan opnemen. Eigenlijk ga ik er nog niet veel te veel van weggeven, maar nee. Het gaat eigenlijk een beetje een Russisch roulette-achtige feeling geven. Ja, en want volgende week zijn onze krukken klaar. Onze nieuwe gestoffeerde krukken. Ja. En ja, dat geeft ons de gelegenheid om in ons YouTube-studiootje boven het leukste te gaan doen. Ja. Dus gaan we een leuk spelletje doen. Eén van ons gaat daar misschien een wat mindere avond aan beleven. Ja, of allebei. Of allebei. Heel vaag dit. Ik denk alleen jij. Nee. Dit is precies roulette, hè? Ja. Dus, ik moet gewoon... vragen goed of niet. Precies. Dat is ook belangrijk. Dat is belangrijk. Hè? Wat gaan ze doen? Hè? Ja, spannend, hè? Maar, hopelijk vonden jullie dit weer een leuke, gezellige vlog. Ik ben in ieder geval weer doof. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Je hebt toch al gewoon apparaat bij me. Belletje aan te zetten. En we zien hier weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao.